Uitwerking van examen 2017 tijdvak 1 voor de HAVO elektrische doorstroomverwarmer. En dit is de start van deze opdracht. Heel verhaal, lees eerst eventjes door. Er zijn twee types doorstroomverwarmer, links en rechts. Rechts is de nieuwe en heeft een hoger rendement dan het oude. En de eerste vraag is, hoezo is rechts hoger rendement? Je moet natuurlijk wel natuurkundige redenen geven. Nou, het gaat vooral om natuurlijk dat hij warmte moet afgeven. En de warmte moet hij dus beter kunnen afgeven rechts dan links. En dat heeft vooral te maken met het contact tussen de warmtebron en het water. Ja, dus, en je hebt dus rechts een direct contact. Hè, links zit er nog zo'n buis tussen water en de stroomdraad. Kortom, door directe contact heb je beter warmtetransport. Eén punt kon je hiermee verdienen. We gaan verder met dit stukje. Ook weer eventjes lezen. Ja, er wordt iets over het debiet verteld. Ja, debiet, wordt uitgelegd wat het is. En technische gegevens. De vraag is om met behulp van die regel de minimale temperatuurstijging te berekenen bij maximaal vermogen. Nou, dus gevraagd wordt de temperatuurstijging. En als je temperatuurstijging wordt gevraagd, dan zie je dus dat je daar ook voorkomt. Oftewel, delta T wordt gevraagd. Nou, dan kun je die formule even iets omschrijven. En dan krijg je dus dat delta T is gelijk aan die P, vermogen gedeeld door 70 keer debiet. En dat kun je allemaal invullen en dan kom je op 25 Kelvin. Nou, op zich, als je een keer weet van, oh, wat wordt er gevraagd, dan is het redelijk eenvoudig. De punten, één punt voor gebruik van die formule en één punt voor hè, dat je het in hebt gevuld, juiste significantie, etc. etc. En we gaan verder naar de volgende vraag. En die vraag gaat over zekeringen. Een zekering wordt gebruikt om die doorstroomverwarming te beveiligen. En er kan gekozen worden uit een viertal zekeringen. En de vraag is van welke zekering is nou het beste geschikt voor deze doorstroomverwarming. Gebruik gemaakt van de technische gegevens, die stonden bij de vorige vraag en nu staan ze ook hier. Nou, je ziet dus duidelijk dat zekeringen hebben te maken met stroomsterkte. En bij de technische gegevens zie je spanning en vermogen, U en P. Nou, als je stroomsterk moet weten, dan is het eigenlijk voor de hand liggend dat je maakt gebruik van P is U keer I. Oftewel, I is P gedeeld door U, invullen, en ik kom op 21,7 ampère. Nou, dat is dus de maximale stroomsterkte die er doorheen kan gaan. Als je dan naar de zekeringen kijkt, dan zie je dus dat als die maximaal gebruikt wordt, dan zullen de 16 en 20 ampère ongeschikt zijn, want ja, die branden meteen door. Blijf over 25 en 40 ampère. Nou, 40 ampère, die zal niet doorbranden, maar stel je voor, je hebt een defect waardoor de stroomsterkte plotseling toeneemt naar een 38 ampère of zoiets. Ja, dat is op zich niet correct, maar bij die 40 ampère zal dat niet tegen worden gehouden. Oftewel, die 40 ampère is gewoon te hoog. 25 ampère is de juiste. Punten. 1 punt voor gebruik van PSU-Curie. 1 punt voor dat je de kleine zekering niet moet doen vanwege doorbranden en de hoge niet moet doen, omdat die anders inderdaad een schadelijke gevolg kan hebben. En 1 punt voor completeren en consequente conclusie. Completeren is natuurlijk de juiste stroomsterkte hebben berekend. De consequente conclusie is dat die 25 ampère moet worden gebruikt. En hier is dan weer de volgende vraag. Er zijn 4 weerstanden in die doorstroomverwarmer. En als nou er weinig water wordt gebruikt, dan is maar 1 schakeling gesloten. Dat betekent dus dat alleen deze 2 weerstanden in werking zijn. En bij veel watergebruik, dan is deze schakelaar ook gesloten en dan zijn deze 2 er ook bij in gebruik. Er worden 3 beweringen gedaan en je moet per bewering aangeven van, hey,
Wat moet het wezen? Toenemen, afnemen of gelijk blijven? Nou, we gaan eerst kijken naar de schakeling. En dan zie je dus dat die R1 en R2, als je dicht wordt, die komen erbij, maar die lopen parallel met deze twee. Ja? Dus deze twee, die zijn parallel aan deze twee. Nou, en als het parallel is, wat gebeurt er dan met de totale weerstand? De totale weerstand bij parallel is altijd lager. Dus de eerste moet zijn afnemen. En als de weerstand afneemt, dan zal de totale stroomsterkte dus toenemen. Ja. Lagere weerstand, hogere stroomsterkte, kortom, toenemen. En de stroom neemt toe. De spanning die blijft natuurlijk gewoon gelijk, 230 volt. Oftewel, P is U keer I, dus het vermogen zal ook toenemen. Punten. Eerste zin, correct. Volgende twee zinnen zijn afhankelijk van de eerste zin. Dus als je de eerste zin fout had, dan hadden die twee anderen dan wel goed kunnen zijn als je maar consequent bent. Twee punten kun je ermee verdienen. En hier is dan weer de volgende vraag. Vier verschillende diagrammen. En in diagram wordt de temperatuur uitgezet als functie van debiet. Ja, debiet wordt hoger. Wat gebeurt er met de temperatuur? En de vraag die hierbij is, is van welke grafiek is het beste in dit geval? Ja, dus welke zal het beste de temperatuur weergeven? Nou, dit was een functie voor de temperatuur. Die hebben we eerder gebruikt, delta T. En je ziet dus hier dat als het debiet toeneemt, ja, dus het debiet, het waterstroom, als deze toeneemt, dan zal dus delta T afnemen. Ja, meer water betekent dus dat de temperatuur meer afneemt. Dat betekent dat A of C juist zijn, want bij B ja, zal de temperatuur juist toenemen als het debiet toeneemt. En ook D. Dus het is A of C. Nou, welke moet je dan kiezen? Nou, gegeven is bij de vorige ja, dat het vermogen automatisch wordt aangepast als het waterbehoefte hoger is. En je ziet dus bij C ja, is er totaal geen aanpassing. Die gaat gewoon naar beneden toe. Oftewel bij A, je ziet, ja, de temperatuur neemt af. Bij een bepaald verbruik wordt die schakelaar omgeschakeld. En dan wordt dus de temperatuur weer hoger omdat die twee weerstanden erbij komen. Kortom, grafiek A is de juiste. 1 punt hiervoor. En we gaan weer verder. Weer een heel verhaal. Lees even door wat is de bedoeling. En ga ook meteen de gegevens eruit halen. Welke voor deze vraag van belang zijn. En dat is natuurlijk allereerst die 5 centimeter. Dat is de lengte van de waterkolom. Diameter van de waterkolom, 15 mm. En de zorg weerstand, 1,3 keer 10 ter macht 5. Dat zijn de gegevens die je uit het verhaal moet halen. Wat wordt er gevraagd? De vraag is van hoeveel stroom loopt er eigenlijk door het water naar de vinger? Oftewel, is dat niet gevaarlijk? Nou, er wordt zelfs een aanwijzing gegeven. Bereken hiervoor eerst de weerstand van de waterkolom. Nou, weerstand. Het eerste waar je denkt van, oh, weerstand met van ohm, u gedeeld door i. Maar ja, i wordt juist gevraagd. Wat hier wel is, is dat de zorgweerstand hier is gegeven. Dus zorgweerstand, dan kun je natuurlijk R ook berekenen met behulp van de zorgweerstand. Daar staat hij. De zorgweerstand kan ik meteen invullen. Nou, dat is nou, deze. De lengte weet ik ook, want dat is die 5 centimeter. Dus ik moet A nog weten. En A, oppervlak. En die kan ik berekenen met 1/4 keer pi keer d kwadraat. En d weet ik, dat is die 15 mm. A, oppervlak, moet in vierkante meters. Oftewel, vul voor d meteen meters in. Want dan krijg je het antwoord namelijk ook in vierkante meters. En dat is dus hier gedaan. Dan kun je alles invullen voor r. Waarbij natuurlijk ook de lengte in meters moet worden gedaan. En je hebt de weerstandswaarde van dat waterkolom. Je weet nu R, je weet de spanning, 230 volt, dus je kunt I berekenen met de wet van Ohm. I is U gedeeld door R, invullen en je ziet dat de stroomsterkte eigenlijk verwaarloosbaar klein is. Punten. 1 punt voor gebruik voor
De formule voor R is rho maal L gedeeld door A. 1 voor gebruik van een kwart keer pi keer d kwadraat, waarbij je R in millimeter moet invullen. Nou hoefde hier volgens mij niet, althans, moet natuurlijk wel, maar het was alleen het gebruik van de formule. Dus als je het niet in millimeter hebt gedaan, dan zal het comporteerpunt verdwijnen. En gebruik van U is I maal R voor het berekenen van I. En dit was de laatste vraag van deze opdracht. Die hebben we alweer gedaan. Bedankt voor het aanhoren en wellicht tot horens.